De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn bekend en de PVV is de grootste geworden. Naast de burgemeester hebben ook andere Schiedamse politieke figuren hun stem uitgebracht. Meneer Reudering, waar heeft u op gestemd? Niet op een winnaar. Ik heb gestemd op de PVV. Wat was uw eerste reactie van de uitslag? Ik vind het opmerkelijk. Wat ik ook overigens heel opmerkelijk vind, zijn de reacties die daarop zijn gevolgd van alle paniekverhalen. Denk ik, had je dit nou, we hebben 13 jaar neoliberaal afbraakbeleid gehad onder Rutte. Als Yildiz had gewonnen, hadden we dan ook allemaal in paniek geweest? Nou, ik denk het niet. Ik heb heerlijk geslapen en ik kwam dansend mijn bed uit. Ja, ik heb gisteravond inderdaad natuurlijk voor de buis gezeten. En de verwachting was hoog. Maar zo hoog. Toen ik vanmorgen wakker werd, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Dan schrijf je geschiedenis, hè? Als we ook kijken naar de uitslag in Schiedam, is PVV by far de grootste. Bijna 30% van de stemmen. Verrast u dat dan ook? Nee. En waarom niet? Nou, omdat ik ken Schiedam. Ik weet hoe er hier over heel veel dingen wordt gedacht. Vorig was het de BBB. Veel anti-establishment stemmen. En ja, dat begrijp ik ook wel. Wat zegt dit nou, dat PVV zo duidelijk de grootste wordt? Nou ja, dat zegt dus hoe de mensen erover denken hier in Nederland. En dat is gewoon een behoorlijk rechtsgeluid. En waar ik ook het meest blij voor om was, was dat PVV veruit in Schiedam ook de grootste is geworden. En dat stemde mij natuurlijk dolgelukkig. Schie heeft ook andere raadsleden benaderd voor een reactie. Cemil Karamanoğlu, fractievoorzitter van DENK, reageert met gepaste trots. DENK heeft nog nooit zoveel stemmen gekregen. Maar over de algemene uitslag is de fractievoorzitter van DENK minder te spreken. Zo schrijft hij dat deze uitslag een drama is voor Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlandse moslims. Nederland gaat volgens hem een sombere tijd tegemoet met een haatzaaiende premier. Karamanoğlu kan nog niets zeggen over een vervanger van wethouder Ergin. Wel kan ik melden dat wij serieus rekening hebben gehouden met een mogelijk vertrek van onze wethouder. Als dus de Schiedammer heel veel voor PVV stemt, kan dat ook gevolgen hebben voor eventuele gemeenteraadsverkiezingen? Geen idee. Een week geleden wist niemand dat de PVV de grootste zou worden. Dus... En dit is nog volgens mij nog 2 jaar, dus ik, nee, dat is geen idee.